Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik weer een nieuwe slime video voor jullie. Ik ga proberen om met dit peel-off gezichtsmasker slime te maken. Direct in dit zakje. Ik heb al vaker met zulke gezichtsmaskers slime gemaakt. Met bakpoeder en lensvloeistof wat je in de achtergrond kunt zien. Maar meestal zat het dan ergens anders in en nu ga ik het proberen direct in deze verpakking te maken. Dus er komt bakpoeder bij en de lensvloeistof in deze verpakking. Dus ik moet heel voorzichtig de bovenkant zo eraf knippen. Niet helemaal. Want dan loopt straks misschien alles eruit als ik het ga mengen. Even openwurmen. En er moet zo min mogelijk uitlopen. Er zit al op de rand. Dat duw ik maar eventjes weer terug erin. Zo. Nu heb ik wat ruimte. Dus dan kan ik in ieder geval wat bakpoeder en lensvloeistof erbij gaan doen. Ik denk dat het mengen het grootste probleem gaat worden straks. Dus ik ga heel voorzichtig zo wat bakpoeder erbij doen. Dat is geen probleem zoals je kunt zien. Dat had ik ook niet echt verwacht. Dat zit er al in. En een klein... Ik hoop dat dit goed blijft gaan. Ik moet het zien te mengen, maar alles kan er... uit. En ik had dit stokje er al bij gepakt. Dat gebruik ik maar eventjes om verder mee te roeren. En eigenlijk, als dit niet te veel troep gaat worden met lensvloeistof erbij, zou je ook onderweg in de auto op vakantie of zo op deze manier slijm kunnen maken op de achterbank. Nu nog lensvloeistof erbij. Dat zit er ook bij. Nu moet ik het goed gaan zien te kneden. Je ziet al dat het een beetje slijmerig hier is geworden. Maar ja, dat is alleen het bovenste beetje, dus ik weet niet hoe de rest eruit gaat zien. Ik heb wel het idee dat het echt werkt in het zakje, want het komt er niet uit. Oh nee, de onderkant is open. Oh nee, dat is niet goed. Dus... ik haal mijn vinger daar maar even, zodat het aan de onderkant zo min mogelijk uitkomt. En dan haal ik het aan de bovenkant uit mijn oog. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. En dit lukt gelukkig. Dit is echt slijm geworden. Dus je kunt ook echt in een zakje zo slijm maken. Ja, het is heel stevig. Even kijken of er nog hoop in het zakje zit. Dat zou ook nog kunnen. Oh, dat valt wel mee. Er zit een heel klein beetje hier. Maar het meeste zat dus al aan mijn vingers. Dus zo ziet het slijm eruit als het klaar is. En dan kan je het nog eventjes zo verder kneden met je handen. Totdat het echt totaal niet meer kleeft, plakt. Niet al te slijmig dus, laat ik het zo maar zeggen. En het valt me mee hoe makkelijk dit ging. Ik bedoel, ik heb nauwelijks soep gemaakt. Alleen de onderkant ging open en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar misschien is dat ook gebeurd toen ik met dit ding hier erin zat te peuteren. Dat ik door de onderkant heen geschoten ben. Misschien is dat gebeurd. Maar verder vind ik dit experiment echt een succes. Ik bedoel maar, het is gewoon gelukt. Zonder dat er overal troep is gekomen. En ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als dat zo is, geef de video een duim omhoog of laat een reactie achter. En ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan gelijk even op het klokje naast de abonneren button. Zodat je nooit meer een video van ons mist. Ik hoop dat je dat doet, dan zie ik je in de volgende video weer. Dag!